Takken soepen als we rijden door foto. Chase the back, geen hoes is de motto. Je wijfie is fijn, kan het zweren, koko. Dit is voor honden. Ja. Ik ga iedereen's billen opeten. Weet je misschien waar de chips is? Ik zeg eerlijk, ik weet niet eens hoe we deze prank moeten noemen, maar let's go, man. Hier zo. Mag ik aan je oor sabbelen? Wat? Mag mijn cameraman jouw Snapchat? Nee, sorry. Huh? Wat is dit? Ik denk wel dat je oren lekker proeven. Oké, waarom filmen jullie dit? Oh nee, hij wil jouw Snapchat. Je lippen zien er wel lekker sappig uit. Ook lekker. Weet je misschien waar de McDonald's is? Denken, gaan we een staarwedstrijd doen? En wie als eerste wegkijkt, eet de ander zijn billen. Waarom lacht u? Die praat voor jou. Huh? Ja, die gaan voor jou. Maar de McDonald's zit aan die kant. Die staat er fijn. Ik keek als eerste weg, laten we zoenen. Dikke baby. Tammy, film. Bro, kan je wat voor me doen? Kan je wat even voor me doen, bro? Tammy filmt even niet goed. Kan je even voor mij filmen? Gewoon, Tammy, geef even dat ding. Tammy, hoe jij filmt, dit kan gewoon niet meer. Ja? Ja? Jij bent slecht bezig, ja? Slecht! Slecht! Hier komen! Ja? Je filmt slecht! Kom, film goed. Film goed. Kom. We laten die mensen zien. Wat, hoe film je? Ja? Hallo. Is er een vakantie? Oei. Luister, we hebben views nodig, dus we gaan op de stuk tv model. Oei, step in de winkel. Ah, ik val. Kunt u me helpen? Oh, Danny! Oh, ik val weer. Oh. Ah. Oh. Ik ben voor u gevallen, mevrouw. Zou ik met u mogen trouwen? Kom op, mevrouw, kom op. What the fuck? Fucking. Ze staat er stil. The fuck? Hé, hey, bro! Waar is die andere? Kom, we gaan spelen met dat man. En garde. Tuurlijk niet, boy. Kom. Broer, kom uit Rotterdam Zuid, hè? Wat is met jouw vriend? Huh? Ah, politie! Politie! Zie je? Bro, hier was je dood, bro. Hier was je dood, bro. Het was een goed gevecht, maar. Ja, man, ik heb verloren, man. Maar niet uit, bro. In live, win je of verlies je? Ja. Ik ga er vandoor, geniet van je. Hallo. Fijn dag, mij. Het was gezellig hier. Ja, bedankt. Doei. Doei. We moeten even spullen halen voor die prank die we gaan doen. Of ja, prank, het is gewoon, we gaan gewoon hondenvoer geven aan mensen. Ja, aan mensen. Tammy, loop eens even door. Bro, wacht, ik weet iets. Ja? Ik weet iets. Pedofiel gepakt! Pedofiel! Ja, dit is aflevering van Boos Pedofiel. Je ging met een meisje van 15 jaar, Rosanna heette ze. Hè? Wat heb je nu te zeggen dan? Dit is HP Comeback, vriend. Wat is het dan? Pedofiel. Hé, hey boys, hij is pedofiel. Kunnen jullie even helpen? Joost, klap het krijgt. Kom. Pedofiel gepakt. Geloof me, weet je hoe grappig het is als je naar je vrienden gaat en je begint ze opeens te filmen en je schuld. Je bent een pedofiel. Geloof me, dat is anders, man. Dat is grappig, man. Oh, joh. Oh, joh, deze hebben wij laten lachen. Huh? Tommy! What the fuck? Wat in de multiverse of Spider-Man is dit nou weer? Tammy, je moet filmen. Hey bro, laat die camera los, Tammy bro. Ik ga hondenvoer aan mensen geven en daarna ga ik ze pas vertellen dat het hondenvoer is. Bro, ik ben een zieke geest. Helemaal paranoia. De chat wacht erop. Dep. Ja toch. Zou je een koekje willen proberen? Voor een schoolproject. Ja hoor. Zelfgebakken koekjes, ja maakt niet uit welke u neemt. Okay. En dan moet u een cijfer geven van 1 tot 10. Van 1 tot 10? 1 tot 10. Geloof me, best koekjes in town. De special ingredients. Lekker koekje. Ja?
Oké, okay, en hier komt de twist. Had u het ook gegeten als u wist dat het hondenvoer was? Ja. Is het hondenvoer? Ja. Wat? Zou je een koekje willen? Dat sla ik niet af. Toch, weet je wel. Ja, je moet wel een cijfer geven, even snel. Een cijfer geven? Ja. Ja, dat is wel een 9. Ja? Zeker. Dus je vindt hondenvoer altijd lekker? Dus het hondenvoer is dan wel? Oh, ik dacht dat je dat al wist. Nee, dat is niet. Ik zei, wil je hondenvoerkoekje proberen? Nee, dat heb ik niet gehoord. U lijkt me een echte bulldog. Zou u een koekje willen? We zijn aan het testen of u het lekker vindt. Oké. Okay. U moet wel een cijfer van 1 tot 10 geven, hè? Doen we. Oké. Okay. Nou, ik vind het wel 7. Ja? Ja? Dus u vindt deze bulldog koekjes lekker? Ja. Ja, want ja, bulldogs vinden het ook lekker, dus... I guess. Hoe bedoelt u eigenlijk? Ja, het zijn honden koekje. Nee, geloof ik niet. Nee, serieus? Nee, geloof ik niet. Hoe bedoelt u? Ik zeg, u bent een echte bulldog. Wilt u deze bulldog koekjes? Niet te veel eten, want u kunt last krijgen van diarree en hoofdpijn, duizeligheid. Oké. Okay. Nog eentje? Nee, dank je. Ik weet niet waarom meneer lacht. Thank you. Goedkoper. Wat zegt u? Zijn ze ook goedkoper dan normale koekjes? Goedkoper? Ja, ja. 69 cent per stuk. Goeie. En waarom lacht u? Hoe weet u wat 69 is? U bent heel smerig. Smeriger dan dit hondenkoekje. Doei doei. Doei doei. Tambiek wordt gewoon weer gebeld. Die 6 strijders. Kijk, mijn nummer is gelekt, dus weet je wat ik doe? Ik zet mijn nummer nu hier in beeld. Je mag me berichten, stuur me gewoon een bericht via WhatsApp wat we doen. Ik ga langs 5 mensen in huis en dan gaan we gewoon verrassen met merchandise. Of we verzinnen wel iets, of we gaan gewoon even filmen. Dus stuur me een berichtje en ik kom langs, man. Weet je, mijn nummer mag... Iedereen mag mijn nummer hebben, ja? Jij mag mijn nummer hebben, iedereen mag mijn nummer hebben, ja? Dus bericht me gewoon. Meneer, zou je een koekje willen voor de schoolproject? Ja, alsjeblieft. Koekjes heb je gemaakt? Heb je zelf gemaakt? Of ja, zelf gemaakt. Ja, is voor het schoolproject. Ja? Nee. Ja? Was het toch? Oh. Is ja goed gelukt. Geef je 8,5. Ja? Maar had u ze ook geproefd als u wist dat het hondenvoer was? Als zien er lekker uit, dus maakt ja? Niet uit. Ja, uit onderzoek is gebleken dat wel mensen last van diarree krijgen. Ik weet niet of u daar een probleem mee heeft. Nee? Weet niet? Oké, eet smakelijk verder met uw hondenkoekje. Doei. What the fuck? Wil je wat? Ja, het is gewoon koekje. Zelfgebakken koekje, schoppen. Nee, 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 die vertrouw ik niet. Ja, dat is lachen. Bro. Nee, man. Vertrouw ik niet. Bro, nee, nee, serieus. Proef. Maar ik moet wel cijfer voor 1 voor 10 geven. Juffrouw Patricia vindt. Moet wel antwoord. En? Als je theetje had, dan was het 10. En nu? 7,5. Thanks, man. Maar had je ook lekker gevonden als je wist dat het hondenvoer was? Ik zei het. Als je nee, dan... het is gewoon normale koek. Maar had je het dan ook, als je het ook lekker gevonden? Dat had je gezegd. Nee, het is hondenvoer. Honda. Maar vind je het dan nog steeds lekker? Heb je doorgeslikt? Nee. Hoor je beter, want je kan wel last krijgen van diarree, dus ik moet wel echt... Ik weet echt niet waarom mensen lachen. Ja, het is een experiment, om te kijken, is hondenvoer hetzelfde als mensenvoer? Maar is het... vind je het... Nee, nee, serieus. Maar, juf Patricia, wil je even wel zeggen, ik heb zelf meegedaan in het experiment. Dus als er iets gebeurt met je diarree, et cetera... Ja, serieus, het hondenvoer in jaar verleden, je mag hem hebben. Nee, bro, ik eet geen hondenvoer, hè, bro, jij. Maar is het hondenvoer in jaar of nee? Het is hondenvoer, het is niet erin, het is compleet, 100%. Jij lult. Maar is het geen hondenvoer in toch? Het is toch geen hondenvoer, man, je liegt daar. Bro, proef opnieuw dan. Je loopt sausen, man. Bro, proef. Neem een hapje dan. Bro, ik ga het niet eten, bro, ik eet geen hondenvoer. Ja, een klein hapje, denk nee, 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 ik eet dat niet, man. Is het wel of geen hondenvoer in? Ja, bro, ik zeg het wel. Maar is het lekker, dat zeg ik. Ik heb deze eerder gegeten, die proef niet zo. Ik proef gewoon zelf. Dan. Heb je eerder hondenvoer gegeten? Nee, die, maar... Maar thanks voor het meedoen aan het experiment. Oké, nee, wil ik eigenlijk... Maar, cijfer? Nee, wil ik eigenlijk niet meedoen. Nu wil je niet meedoen? Nee. Oké, maar je maakt een grapje, denk ik. Nee, maar geniet van je dag. Oké, fijne dag. Oké, doei. Oké, nu serieus, even het cut cameras. Nee, bro, het is echt hondenvoer. Het is echt hondenvoer, dit. Ja, het is compleet. We gingen net naar de petstore, heb je hier, toch? Samen gemixt, zeg maar. Maar, het was wel te doen. Ja, toch? Hij zegt stiekem, ja, rustig. Hij hoopt echt dat ik zeg, nee, wat. Het is gewoon echt eten, is echt eten. Wat een smaak. Karamel? Ja. Je wil mee? Hè? Nee. Huh? Nee, gewoon een ander smaak. Mee? Huh? Hem?
Dus allebei? Hè? Je wil karamel smaak? Ja. Gewoon een andere smaak. Hoe bedoel je anders maar? Een andere smaak, gewoon brownie. Brownie? Ja. Kijk. Wat doe je nou? Karamel of brownie? Gewoon een andere smaak goed. Oké, okay, wacht. Ik pak even een koekje. Proberen. Oké, okay, ik ga het proberen. Ja, toch. Vindt u... Oh, wil je hondenkoekje? Oh, zie je, hij ruikt de hondenkoek. Hondenvoer. Ja, dit is hondenvoer. Dit is voor honden. Ja? Ja. Ja. Wilt u hallo zeggen tegen Woef Woef fabriek? De Woef Woef fabriek. Woef Woef. Woef Woef. Maar u vindt hondenvoer lekker? Nee, is het nou echt hondenvoer? Ja, voor bulldogs. Daarom zat de hond opeens bij me. Je kunt wel heel erg last krijgen van uw anus. Geen probleem toch? Wilt u even toestemming geven voordat u dat koekje hebt gegeten? Want als u heel erg schade krijgt dan... Oh nee, ik heb gewoon een top conditie. Oké, okay, is goed. Dank u. Geniet van uw hondenkoekje. Dank u wel. Dank u, doei. Ik doe nooit like, subscribe, maar ik ben er klaar mee. Like, subscribe, doei. Killer, West Side, nigga. Kijk hoe die kapsel voor TikTok.